Je laat toch niet door Hilversum bepalen wat goed is voor je? Dat bepaal je toch zelf wel lekker? Dus steun ons, hou ons in de lucht en word lid van Poont voor slechts €5,72. Op Camping Allo in Drenthe kom je niet meer voor je ontspanning. De camping-eigenaar is hem gesmeerd met het geld. De bewoners hebben geen elektriciteit meer, maar weigeren weg te gaan. En de gemeente heeft uitgetrokken met groot materiaal. Ik ga eens kijken of er een oplossing is. Je zou denken, we zijn in de mooie Drentse natuur, maar niks is minder waar. Hoe is de situatie nu hier op deze camping? Eigenlijk gewoon heel triest. Dus gisteren hebben ze de stroom eraf gegooid. En ze zeggen eigenlijk gewoon heel simpel van, jullie zoeken het maar uit. Gaan jullie niet door de zelfstandig weg, dan gaan jullie wel door de kou weg. U dacht, ik maak hier de open haard, want verwarming doet het niet meer, hè? Ja, je zal toch wat moeten. Het is schijnend. En hoe lang woonde u hier? Nou, als ik Jans verblijf ik hier al dik 8 jaar. Maar het is dus, het is niet leuk meer. Nee. Je denkt dat je het zo goed voor elkaar hebt en... Je wordt door een ander gewoon in de kou, letterlijk even gruwelijk in de kou gezet. Het enige wat ik hoorde is dat bijvoorbeeld de elektriciteit ook door sommige mensen illegaal werd afgetapt, waardoor er een brandgevaarlijke situatie ontstond. Ja, dat kunnen ze natuurlijk ook niet zo laten, hè? Nee, dat klopt. Maar ja, goed, daar heb ik verder geen boodschap aan. Ik bedoel, wat een ander doet en wat een ander zelf aansluit, ja, daar ben ik geen verantwoordelijkheid voor. Eigenlijk is het vooral de schuld van de camping-eigenaar. Waar is hij gebleven? Ja, weet jij het? Nee. Die durft hier niet te komen. Nee. Die is gewoon weg en die moet hier ook niet komen. Want er zijn genoeg mensen boos op hem en wat terecht is. Voor hetzelfde geld zit die goede man in Spanje nu. Ja, nou, dat zijn wel de verhalen wat ten ronde gaat dat hij in Spanje zit. Alleen, blijkbaar kan het. De politie zegt gewoon van, ja, jullie kunnen geen aangifte doen. We gaan kijken of dit strafrechtelijk en kan. Ja. Nou, en daar moet je het mee doen. En hoe is het contact met de gemeente? Nou, als je wat van de gemeente klaar hebben wilt, ik ben zoon van een boerderij, dan is het net een varken. Je moet ze aan de staart trekken, dan gaan ze vooruit. En anders niet. In hoeverre is dit de verantwoordelijkheid van de gemeente? Nou, het is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar wij voelen ons wel verantwoordelijk voor mensen die letterlijk in de kou gezet zijn. Hè, dus dat is echt heel vervelend. Dat je 4 gaspitten aan moet hebben om het hier een beetje 18 graden te kunnen krijgen. Je hebt kaarsen hier aan staan. Moeten we uitkijken natuurlijk, want als er een sigaretje op steekt, de boel niet. Ja, precies. Kijk, het is een camping. Het is, mensen wonen daar, mensen huren wat, hebben een contract. Het is geen openbaar gebied, het is geen openbare jol of nutsvoorziening. Dat is het niet, het is privaatrechtelijk, het is hun eigendom. Meneer Van der Veen is met de Noorderzonne vertrokken. Hij is natuurlijk uiteindelijk keihard verantwoordelijk hiervoor. Wordt er alles aan gedaan om hem op te sporen, naar uw weten? Nou, we hebben ook geprobeerd contact met hem te krijgen. Hij zegt, ik zit in Spanje en succes ermee. Nou, daar hebben we dus niks aan. Opsporen, ja, dat kunnen wij niet doen, hebben we ook de bevoegdheid niet voor. Maar wat er wel zou moeten gebeuren, denk ik, dat de bewoners op de camping misschien met elkaar ook gewoon hem aansprakelijk stellen voor de schade die hier nu is. S'avonds is het hier een spookstad. Omdat veel mensen al weg zijn. Ja, nee, omdat er ook verder geen lantaarnpalen branden niet meer. Je moet je maar zien warm te houden ja, ik heb hier verder geen woorden voor. Nee, het enige wat ik gehoord heb jongens, waar haal je het lef vandaan? Wees een fans. Zo hoef je dat niet te leven, jongens. U wordt daar echt verdrietig van. Ja. Ja, want u heeft natuurlijk ook geen rust meer thuis. 2 weken stress. Gewoon 2 weken stress. Je zit, ik heb mijn werkgever gebeld. Ik zit in het WV, ik kan niks meer. Je weet niet waar je aan het zoeken bent.